Lekker eten. Het onderwerp heeft in de loop der eeuwen nogal wat kunst opgeleverd. Maar al die volgeladen tafels gingen niet alleen over wat de mensen aten. Opscheppen heeft twee betekenissen. Als je kijkt naar, naar het zilver wat op tafel staat, de vergulde bekers, het zout. Er staat midden in het schilderij, staat een zoutpot. Dus kwisten gestrooid met het zout over al de braadstukken. Ja, dat is absoluut iets waarmee deze mensen lieten zien, wij zijn stinkend rijk. Eten inspireert ook kunstenaars van nu. Fotografe Margriet Smulders bijvoorbeeld. En wat je ziet is natuurlijk, het zijn allemaal zeebanket ingrediënten. En eigenlijk ook een beetje vies weergegeven. Die octopus die ligt daar heel vlezig en naakt. En al het glas wat je hier natuurlijk ziet. Het is een hele kille en koude voorstelling eigenlijk. Dit is niet iets wat je snel boven je bank zou hangen thuis. En dat vind ik lef als je als kunstenaar toch zoiets maakt. Omdat dit is wat je wil vertellen. Het Noord-Brabants Museum heeft de kunstwerken laten zien aan Brabantse chefs. Verzinnen ze een recept bij een kunstwerk? Vroegen ze onder andere aan Gerrit Greveling van Chalet Royal in Den Bosch. Nou, Gerrit heeft dat dus gedaan met het werk van Margriet Smulders. En daar is dit gerecht uitgekomen met rauwe makreel en inktvis natuurlijk. En krab. De recepten staan in het boek over de tentoonstelling. En dat is handig, want de kans dat je trek krijgt van al het schoons, die is best groot. Ja, absoluut. Als ze het werk van de chefs hebben gezien, dan hopen we natuurlijk dat ze geïnspireerd thuis de potten en de pannen tevoorschijn toveren. En gewoon lekker zelf aan het kokkerellen slaan.